ja, wat is het voor een boek? Het is een roman. Die gaat over de paniek die iemand voelt als opeens haar vader van de trap valt en dreigt dood te gaan. En zij pakt eigenlijk dan als een reactie het leven volledig aan. Ze zoekt niet de veiligheid, maar gaat juist stapt in het leven. En ja, mijn uitgever noemt dat een hedendaagse roadmovie. Maar, want ze stapt inderdaad ook in een oude Mercedes en rijdt naar Marokko. En in die reis verkent ze eigenlijk ja, de verhouding van zichzelf tot de wereld en tot anderen. En ja, zoekt eigenlijk naar wie ze zelf is. Ik heb het boek gelezen als een onderzoek naar de liefde. Of misschien wel een poging om de liefde te herdefiniëren. Oh, te herdefiniëren, dat weet ik niet. Nou, het is zeker een zoektocht naar de liefde. Isabelle, de hoofdpersoon, die zoekt inderdaad naar liefde en nabijheid die ze misschien dreigt te verliezen met dat ongeluk van haar vader. En zij kijkt heel erg goed om zich heen naar met name vrouwen in haar omgeving, hoe die het doen. En probeert eigenlijk te ontdekken van waar sta ik tussen dat alles. Er is bijvoorbeeld een personage, een Merel, die alles los heeft gelaten, inclusief mannen. Dus die zegt, ik doe het helemaal alleen. Ik laat het alles in, ik heb niemand nodig. Nou, die eindigt niet per se heel goed. Dan is er ook een meisje wat haar vriend eigenlijk zonder vragen te stellen volgt naar Marokko. En nou, kiest voor een leven in dienst van haar man. En er is de moeder van Isabelle die in een klassiek huwelijk zit. En zo kijkt ze eigenlijk naar allerlei vrouwen. Zijn type vrouwen? Type vrouwen, ja. En ik denk zelf dat alle vrouwen, in ieder geval ik, al die types wel in zich meedragen. En dat het in feite, ja, sommige mensen die maken gewoon een keuze van dit is het en zo moet het. En Isabelle, die is daar nog niet over uit. Dus die En die moet door een ontwikkeling in jouw boek om ergens uit te komen, toch? Ja. Ja. Waarom werd het dit boek? Ja, dat De ontstaansgeschiedenis van het boek is eigenlijk, het voelt bijna alsof het me is overkomen. Ik ben gewoon op een gegeven moment gaan schrijven. Want jij werkt in het normale leven in de journalistiek, hè? Ja, ja, ik ben nieuwslezeres. Dus ik lees het nieuws voor en ik ben heel erg bezig met op het moment zelf en dingen die nu gebeuren. En als mijn werk af is, dan is het ook af. Ik kan niet vooruitwerken of nadenken over de toekomst. En toen ik ging schrijven, kwam ik erachter dat je dus als je een romanwerkelijkheid binnenstapt, ja, alles kan laten gebeuren en ook je gedachten kan uitbreiden. En dat vond ik heel interessant. Wat bedoel je met je gedachten uitbreiden? Nou ja, het leven is zo vluchtig, zeker voor mij in die wereld van de journalistiek, dat je, nou, je maakt al snel, ja, alles gaat heel snel voorbij en ook je gedachten. Ik ben er sowieso geneigd om snel met een grap iets af te doen en nou, dan klaar, weet je wel. Maar op papier heb je veel meer ruimte om na te denken over wat je eigenlijk zegt. En ook om een stap verder te gaan, om zo van de consequenties van gedachtes uit te werken. En in het boek, dat is eigenlijk ook een soort gedachte-experiment in die zin van wat gebeurt er als je bijvoorbeeld in een periode van paniek of ja, zoals na het mijn vader is inderdaad ook van de trap gevallen. Wat gebeurt er als je dan helemaal laat gaan eigenlijk? Want wat is laten gaan? Nou, in het echt merkte ik dat ik toen dat gebeurde heel erg vasthield aan, oké, er zijn een paar maatstaven, familie, vrienden, liefde. Daar moet ik aan vasthouden, want dit, en dat was voor mij heel duidelijk, dat daar gaat het om. Ankers. De ankers. En die kwamen als een soort van oergevoel naar boven, je weet het wel. Het is ook gewoon een heel groot cliché, maar
Was ook echt zo. Gevoel kennen we allemaal, ja. Je moet het één keer ontdekken. Ja, ja. En, maar ik dacht wel, dus ik ben helemaal geen bijgelovig mens. Maar ik dacht bijvoorbeeld, nou als ik nu iets verkeerds doe, iets wat niet mag, bijvoorbeeld. Op een verleiding inga, of dan gaat mijn vader dood. Dat gevoel had ik, maar dat, ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Maar in die tijd was alsof voor mij... Alsof je terugkukelt in een soort van magische kinderwereld. Ja, ja, misschien wel, ja. En dus toen hield ik heel erg vast aan die pijlers, aan die ankers. Maar ik dacht later van, ja, wat als alles anders was gegaan? Als je dus door zo'n periode zonder moreel kompas of zonder onderscheid te maken tussen wat je denkt dat goed is of fout is of fantasie of werkelijkheid. En wat als je daar wel de grenzen over gaat? Wat gebeurt er dan eigenlijk? En dat boek stelt je in staat om die route te onderzoeken. Ja, ja. Dat is in ieder geval wat ik heb geprobeerd om te doen. Van ja, eigenlijk op papier de grenzen zoeken van waar loop je tegenaan als je gewoon even al die dingen die zo ingebakend zitten door wat je geleerd hebt van je ouders of hoe een maatschappij in elkaar zit. Maar als je er zelf over na gaat denken. Gewoon van, en eigenlijk is dat ook wat ik graag. Ja, zou willen als voor de lezer, als die het lezen van... ik hoop dat het vragen oproept. Dus dat mensen inderdaad... Iedereen bepaalt zijn eigen manier van leven. Maar dat ze misschien na het lezen even losgeschud worden en denken van... is dit eigenlijk wel hoe ik het wil? Nou, dit personage gaat... De vrouwelijke hoofdpersoon gaat vanuit een vaste partnerrelatie daten... En experimenteren. Ik heb dat niet al te letterlijk opgevat, maar als een literair thema. Ja. Klopt dat? Ja, ja, ik denk het wel. Het is eigenlijk een stap in de verbeelding, in een fantasiewereld. In het boek is de scheidslijn tussen de fantasie en de werkelijkheid wordt eigenlijk steeds dunner. En daardoor kan je verschillende verhalen vertellen tegelijkertijd. En laat je het eigenlijk aan de lezer over om onderscheid te maken tussen die werelden. En misschien is het wel helemaal niet nodig om een onderscheid te maken. Wat bedoel je daarmee? Nou, je kan je afvragen van als iets in je fantasie gebeurt, is dat minder erg dan als het echt gebeurt? Of heeft dat minder gevolgen? Ben je dan minder schuldig? Ben je minder schuldig? Of heeft dat minder gevolgen? Of is het... Is het minder verwerpelijk? Is het minder verwerpelijk, ja. Of is het überhaupt verwerpelijk? Ja, dus... die dingen van goed en fout en leven en dood en ja... Wat is dat, die morele connotatie... Kwam die plotseling, echt pas plotseling op toen je vader dat ongeluk kreeg? Of is dat iets dat je al langer bezig hield? Nou, ik denk dat het onderwerp van het boek typisch iets is wat jonge vrouwen bezighoudt. Het gaat gewoon over liefde en seks en jezelf leren kennen en je seksualiteit leren kennen. En je verhouding tot anderen. Gewoon überhaupt, hoe ga je met mensen om? Dus ik denk... dat staan de tijdschriften ook bol van. Het gaat alleen maar over vreemdgaan of Sylvie en Rafael van der Vaart. En nou ja, weet ik het wat. Ja, ik ben een beetje wereldvreemd, dus ik lees die tijdschriften niet. Nou, je moet dus bij jou. Ik en mijn vriendinnen. Het gaat altijd alleen maar over dat soort... Dus het is iets wat heel dicht bij mensen ligt. In ieder geval bij jonge vrouwen. Ik denk ook bij mannen trouwens. Ik denk uiteindelijk dat er niet zo heel veel verschil tussen mannen en vrouwen zit. Dat zeg je ook in dit boek, hè? Ze begrijpen niets van elkaar, maar dat delen ze dan tenminste. En voorwaarts. Ja, 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 niemand begrijpt iets van elkaar. Dat is inderdaad een gemeenschappelijk... En als je dat beseft, dan denk je, nou, we zijn toch verbonden. Ja, dus... Maar ik denk dat dat gewoon een onderwerp is waar iedereen zich mee bezighoudt. En ik merk ook in al die gesprekken dat daar vaak heel... ferm over, weet je wel, wordt gedacht. In morele termen? In morele termen, ja. En dan denk ik, in jouw generatie
die zo vrij is en die zoveel ruimte heeft. Ja, dat viel me echt op. Dat als je het hebt over, weet je wel, ook internet daten en zo, dat is eigenlijk al, het gebeurt heel veel. Het is bijna normaal, het is gewoon een contactadvertentie, wat vroeger een contactadvertentie was of zo. Of eigenlijk is het gewoon een virtuele kroeg. Maar als je dan echt doet of vertelt erover, of dan is het toch een beetje, zelfs in een hele vrije kringen, van ja, dat doe je toch niet. Of, en waarom eigenlijk niet? En ook over vreemdgaan of zo, dat is echt dan opeens een soort hoofdzonde. Als je relatie goed is, dan doe je, er moet altijd iets aan de hand zijn voordat je zoiets doet. Of, en hoe komt dat? Is dat van de laatste tijd of is dat van nu? Of is dat, signaleer je dat al langer in jouw leeftijdssegment? Nee, ik denk dat het van alle tijden is. Ik denk dat mensen gewoon heel graag, zoals ik ook zei, ankers. Je ankers nodig hebben. En dat is er één van. Dat je, als je daar niet van op aan kan... Dat er een moreel concept is. Ja, en ik denk dat mensen gewoon graag een houvast hebben. Dus het is natuurlijk veel overzichtelijker om te zeggen van, liefde is puur, is waarheid, je weet alles van elkaar, je liegt niet, je bedriegt elkaar niet. Weet je wel, dat is, en dan als het wel gebeurt, dan is het ook duidelijk, dan is het dus niet goed, dus is het over. Maar ik denk zelf dat de werkelijkheid iets genuanceerder is, in ieder geval voor mij. En en ik vind het in ieder geval wel zinnig om daarover na te denken waarom je dat dan zo vindt. En hoe je tot die conclusie komt. Dat je dat niet gewoon maar aanneemt omdat iedereen dat zegt. Of omdat het in de Bijbel staat. Ja, of omdat het in de Bijbel staat. Ja. We komen erop doordat ik aan jou vroeg, waarom werd het dit boek? Ja. En vervolgens kwam je uit op de ontstaansgeschiedenis van het boek. Ja. Waarom werd het dit boek? Ik weet niet. Ik denk dat het in het boek zitten alle onderwerpen waar ik me in deze fase de afgelopen 10 jaar mee bezig heb gehouden. En liefde, vrijheid, verankering, ja, binding en losmaken, afscheid nemen of de dreiging van het moeten afscheid nemen. En wat dat met je gevoelsleven doet eigenlijk. Daar was ik toch wel verrast over. Ja? Ja. Ja. Want wat deed het dan? Je weet natuurlijk, je komt uit een gezin en je hebt een goede band met je ouders. En er was allemaal verder helemaal niks bijzonders aan of zo. Maar als dan opeens inderdaad je vader dreigt weg te vallen. Je houdt er op de een of andere manier altijd rekening mee. Van er komt op een gegeven moment een keer een telefoon van er is iets ergs gebeurd. Maar je kan je er natuurlijk niet op voorbereiden. Maar toen het gebeurde, dat heeft me gewoon echt heel veel dieper geraakt dan ik had kunnen voorstellen. En uiteindelijk is dat boek er ook uit voortgekomen. Ja, maar dat was de volgende vraag. Was het werkelijk de aanleiding om te gaan schrijven? Nou, ik denk dat het altijd wel in me gezeten heeft. Dat ik heb altijd een liefde voor, sowieso voor boeken en literatuur gehad. En ik weet van mezelf dat ik het altijd leuk heb gevonden om te schrijven. Zoals vroeger bij de schoolkrant en dat soort dingetjes. Maar ik heb het nooit serieus gedaan omdat ik ook gehinderd werd door eigenlijk onzekerheden en mijn omgeving en zo. Ik heb Nederlands gestudeerd. Iedereen wilde een boek schrijven en ik dacht iedereen kan het beter. Dus, en dan ga je het juist niet doen. Dus dan ga je het juist niet doen. En nu, toen dit gebeurde, dus daar in die zin is het een directe aanleiding, viel die hele buitenwereld weg. Omdat ik dacht, daar gaat het helemaal niet over, wat anderen vinden. Het gaat er gewoon over wat ik zelf wil doen met mijn eigen leven. En als ik wil schrijven, dan ga ik gewoon schrijven. Dus ik ben gewoon maar begonnen en gaandeweg kreeg ik daar zoveel plezier in, dat ik dacht, moet ik het ook maar afmaken. Dus toen was eigenlijk het doel was gewoon, ik ben nu ergens aan begonnen, ik wil het afmaken. En dat wordt dan een boek. En dat werd het dus. Ja. In dit boek is kijken belangrijk, hè? Ja. Waarom is dat zo'n belangrijk onderwerp geworden?
Er zijn webcams, er zijn verrekijkers, er zijn allerlei scènes waarin heel intens wordt waargenomen en gekeken naar de ander. Ja. Wat is de betekenis daarvan? Nou ja, uiteindelijk is denk ik het leven is ook gewoon kijken. Dus en observeren en daar dan, ja. Het is ook kijken naar, ja, het is natuurlijk niet alleen maar registreren van ik zie een man voor een camera zitten. Maar het gaat ook over inderdaad, wat is dan de verbinding met wat je ziet en wat betekent dat? En soms wordt het zicht je ontnomen en of zie je. Ja, ik vind dat gewoon een heel interessant thema. Van hoe je dingen ook heel anders kan zien dan. Kijken bevrijd, dacht ik nog. Zoals. En luister, in het slot van het boek is. Klaarkomen is losmaken, losmaken is vrijheid, vrijheid is liefde of zoiets dergelijks. En ik meen een soort van analogie te zien in het kijken. Ja. Ja, kijk, je ziet wat je wil zien. En als je vrijheid wil zien, dan kan je die zien natuurlijk. En dan kan je die zien, overal in zien. Ook in seksualiteit. Ook ja. In... ja, en je kan er ook voor kiezen, wat ook dus personages in het boek doen, om een heel gedeelte niet te zien. En om een cam uit te zetten. Of om een... welk middel je ook gebruikt, al zijn het je eigen om je bril op of af te hebben. Je kan ervoor kiezen om meer orde te scheppen. En volgens mij is het dan van belang om inderdaad gedeeltes niet te zien. Of je kan, wat Isabelle doet, eigenlijk haar blik helemaal openstellen naar alles. En dan zoeken naar wat je eigenlijk wil zien. En het kijken brengt haar uiteindelijk... een soort van vrijheid, denk ik, hè? Ja. Of inzicht misschien wel. Ja, uiteindelijk... ze maakt uiteindelijk in ieder geval een keuze. Oké, okay, dat is het. Dat is, denk ik, haar inzicht... dat je dat misschien op een gegeven moment maar beter kan doen. Dat je het moet doen. Maar of die keuze heel overtuigend is... dat is natuurlijk een tweede. Maar, en of ze... Kijk... Is dat ook je eigen gevoel... dat je op een dag misschien maar beter een keuze kunt maken... Ja, uiteindelijk kan je niet in chaos leven. Dat kan gewoon niet. Daar ook omdat je... ik denk dat je er zelf te onrustig en gek van wordt. Maar ook voor je omgeving niet. En, ja, en dan de keuze is de keuze voor vastigheid en stabiliteit. Maar daarmee ook de keuze voor slijtage in een partnerrelatie. En misschien wel de hond in de pot. Ja, misschien. Toch? Ja. Dat is toch de keuze waar ze voor staat, als ik het goed begrijp? Het is niet zo dat het ene beter is dan het andere of zo. Het is dat niet. Nee, je spreekt je daar niet over uit? Nee, daar spreek ik me niet over uit. Volgens mij gaat het boek juist over dat niemand het weet hoe het moet, hoe het leven moet, wat de beste keuze is. Maar dat iedereen zijn eigen maatstaven bepaalt en zijn eigen vorm van leven... En als zij daarachter komt van, nou, ik voel me veiliger en beter in die constructie van gewoon een vaste relatie, nou, dan is dat zo. Maar het begint met een pleidooi voor het opnemen van de wapenen tegen de saaiheid, toch? Ja, ik weet niet of het een pleidooi is, maar het is iets wat zij, waar zij in ieder geval in die paniek van dat alles... Die hele basis onder haar wegvalt van haar vader en die waar zij op dat moment voor kiest. En uiteindelijk komt ze misschien uit bij iets wat de geschiedenis herhaalt, wat haar ouders ook hebben gedaan. Gewoon compromissen. Ja. Met het leven. Ja. Saai, hè? jij bent een literatuurliefhebber. Heb je helden of heldinnen? Voorbeelden? Literaire hartstochten? Ik lees heel erg van alles wat. Dus ik heb bijvoorbeeld afgelopen jaar gedaan dat ik
iets wat net uitkomt, debutanten of nieuw, jonge schrijvers. En dan afwisselend met oude klassiekers die ik gewoon nog gemist heb. Dus ik heb ook heel veel niet gelezen nog. Maar dat is het lezen voor je lijst. Maar ik vraag eigenlijk meer naar je hartstocht. Ja, nee, maar mijn hartstocht... Ja, het is... Dat is de academicus, het is hè? Bijna, ja, dat is de, het is bijna niet meer, mag je het bij, geloof ik bijna niet meer zeggen. Maar ik ben een heel groot fan van Arnon Grunberg. Maar dat, ja, is, dat is iedereen van jouw, ja, dat lichting. Is iedereen van mijn lichting. Dus het is, maar ik, als je in mijn boekenkast kijkt, dan staat van Grunberg zo'n plank. En van Hermans ook zo'n plank. Ik ben op Hermans afgestudeerd ook. En wat ik zo goed vind aan hun allebei, wat in die zin zijn ze mijn helden, dat vind ik, wat ik gewoon echt knap vind, is dat ze een heel oeuvre hebben geschreven met één gedachte eigenlijk, met een bepaalde visie op het leven. En steeds een ander boek schrijven, maar eigenlijk toch steeds hetzelfde zeggen. En dat vind ik gewoon heel erg knap. Dus in die zin, dat zijn gewoon hele grote literaire helden voor mij. En iets van geleerd ook? Zij zetten ook aan tot denken. En dat vind ik gewoon, als een boek goed is, dan lees je het en dan heb je een verhaal. En dan denk je er daarna nog, zo, als je op straat loopt, denk je van, oh ja, denk nog eens over na, weet je wel. Dat blijft hangen en dat doen zij. En wat ik van Grunberg ook heel leuk vind, en dat vind ik ook bijvoorbeeld, heb ik ook met films... Dat hij ook gewoon heel grappig is. En dus hij vermaakt... En je ziet gewoon dat hij heel veel plezier heeft gehad in het schrijven van die karakters. En hij heeft eigenlijk natuurlijk helemaal geen grappige boodschap over... Weet je, dat is wel heel naar eigenlijk. Maar hij verpakt het op een manier dat je gewoon er ook plezier aan beleeft, aan het lezen. En je ziet dat hij dat ook heeft gehad tijdens het schrijven. Dat hij gewoon heeft zitten smullen van die karakters verzinnen. En dat vind ik heel erg leuk. En dat heb ik... ik wil me absoluut niet spiegelen aan hem. Maar dat heb ik wel zelf ook zo ervaren. Dat vond ik ook het leukste om te doen. Om die karakters zo vorm te geven. En gewoon je helemaal te laten gaan in die karikaturen eigenlijk. Dat, ja. Maar geen vergelijking hoor.